Voor ons allereerst even de blessures. Hoe zit het met de blessures? Wie is te fit en wie niet? Nou, Van Nief die heeft wat enkelproblemen, dus die is er niet bij. En we hebben nog Tom Overtoom, die heeft een tikkie opgelopen van de week in zijn kuit. Het kan ook een spiertje zijn, dat weten we nog niet helemaal zeker, maar die zal er ook niet bij zijn. Voor de rest iedereen fit, zoals Bruins en Elbers ook? Ja, die zijn fit, ja. En dan moeten we het ook even hebben over woensdag, hè? Dat was, je zei, de grootste blamage uit mijn trainingscarrière en ook uit spelerscarrière. Hoe verwerk je zo'n tik? Nou ja, dat is natuurlijk pittig, hè? Want dat vraagt inderdaad mentaal wat van je, dat is duidelijk. Want ik denk er uiteraard nog steeds zo over, want we hebben een unieke kans laten liggen om wederom ver te komen in het bekertoernooi. En dat is onvergeeflijk, want je krijgt maar één kans in de beker. Dus dat had ons nooit mogen gebeuren. Daar hebben we uitgebreid over gesproken met elkaar. Ik zal niet in details treden, maar het is duidelijk dat we daar natuurlijk wat tijd aan hebben moeten besteden. En aan de andere kant is het ook een week van uiterste. Want het is nog maar 6 dagen geleden dat we uitwonnen bij Roda, wat gewoon knap is. Dus het is een totale off-day geweest na een kwartier. Want we begonnen wel goed. En daarna dachten we toch collectief dat het wel een paar stappen minder kon. Maar zover is deze ploeg nog niet. Wij moeten elke wedstrijd, moeten we alles geven. Dan kunnen we iedereen moeilijk maken. Want we hebben ook een geweldige serie achter de rug in de competitie. En met name de laatste weken ook uit bij PSV, uit bij Roda, wat gewoon knap is. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Dus het is, wat ik zeg, een week van uiterste geweest. En dan moet je schakelen en dan ben ik wel blij dat we heel snel weer de volgende wedstrijd hebben. Want jongens willen ook revanche en willen morgen iets rechtzetten. Met elkaar willen we dat doen. Nou, dan is Vitesse een pittige tegenstander. Maar wij kunnen het wel iedereen moeilijk maken hier. Dat hebben we ook bewezen. Het is ook een voordeel dat je dan tegen Vitesse speelt waar je in, ik denk, niet het spel hoeft te maken. En dat moest natuurlijk tegen Excelsior 31 wel. Ja, goed, we weten wel natuurlijk intern weten we best wel goed waar onze kwaliteiten liggen en waar we ook moeite mee hebben. Het is inderdaad zo dat als wij met te veel mensen voor de bal uit gaan spelen en met grote ruimtes in de rug komen te spelen, ja, dan, en hoog en met onze laatste lijn, dan worden we ook kwetsbaar. Dus dat weten we. Dat is ook iets voor de toekomst, hè, om aan te werken. En ja, we weten ook dat we, als we het wel goed voor elkaar hebben en we spelen compact en we zitten kort op de man, ja, dan kunnen we ook vanuit de omschakeling kunnen we ook iedereen pijn doen. Nou, dus dat zijn ook dingen waar we dagelijks over praten. En ja, morgen is zo'n tegenstander, die moet je ook niet laten voetballen. Die kunnen goed voetballen. Peter Bos, aanvallend ingestelde coach ook. En, dus we zullen ongetwijfeld onze handen vol hebben. Maar het is wel een mooi moment om iets weg te poetsen. En dat is waar we denk ik morgen klaar voor moeten zijn. Voelt het echt zo dat jullie echt denken van we hebben nu zaterdag om echt iets weg te poetsen? Ja, dat moet. Want ik zeg al, het is onvergeeflijk. We kunnen het niet terugdraaien. En het is hartstikke rot voor iedereen die Excelsior een warm hart toedraagt. Alle fans, de mensen die hier hard werken. Ja, dat is onvergeeflijk. En dat hebben we besproken. Jongens vinden dat ook heel erg allemaal. Maar je moet wel verder, want het is topsport. En als je erin blijft hangen, dan is dat niet goed. Maar wij weten dat we morgen weer een kans hebben om de serie waaraan we bezig zijn in de competitie, om die in vervolg te geven. Nou, dat is morgen waar het om gaat. En ja, we zullen alles moeten geven morgen. Keihard moeten werken met elkaar. En dan weten we dat we ook aardig kunnen voetballen. Die combinatie moeten we morgen weer zien te vinden.